Hoi allemaal, leuk jullie weer te zien. Ik ga het hebben over een boek waar ik super enthousiast over ben. En al een poosje aan het lezen ben, een aantal weekenden. En ik ben echt eerlijk waar, zo ver gekomen. Ja, zo ver gekomen, Connie. Het is niet te geloven, maar ik werk sinds april bij het Goed in Zoetermeer. En ik loop daar op de kledingafdeling. En het doet me. Ik zit daar echt op mijn plek, moet ik zeggen. Ik vind het leuk om te werken daar. En hele lieve collega's. Ook hele lieve leidinggevenden. En je hebt ook lieve klanten. Heel veel klanten. Want het is best wel druk. En ik ben helemaal gek van kleding. Ik hoor niks anders dan complimentjes. Je hebt ook mensen die het te duur vinden. Of niet mooi vinden. Wat dan ook. Maar ik ben dit boek gaan lezen. Van Edith. Zo'n tof boek. Serieus. Ik heb ooit een keer Anne Frank gelezen. Die heb ik gewoon binnen een paar dagen, binnen een week uitgelezen. Nou, deze dus niet, want ik lees in het weekend. Tegenwoordig dacht ik, nou, je zal toch op dingen moeten bezuinigen. Dus waar ga je dan doen? Lekker lezen 's morgens. Met je ontbijtje, met je theetje. Lekker lezen. En geen tv aan. Dus dat scheelt ook weer stroom. In de winter weet ik niet. Zal ik het onder een kaartje doen? Die kip zo piep, 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 piep. Oké, dat zou gebeuren, maar ik denk het niet. Maar in deze tijden, me-time voor mezelf, heerlijk. Serieus, ik lees gewoon een boek wat ik normaal gesproken niet doe. Maar nu wel. En dat geeft ook een beetje rust in het koppie, in het lijfie. En dan voel je je ook lekker. Dus, maar het geeft ook tips, het geeft ook inkijk van haar leven. Ze schrijft ook stukjes van vroeger. En ja, ik wil niet al te veel te verklappen. Ik weet niet hoeveel mensen hem al gelezen hebben, maar ik vind het gewoon een perfect boek. Als ik eraan denk, zal ik hieronder een linkje zetten waar je hem kan kopen. Volgens mij bij Bol, 22,99 geloof ik. Wil ik vanaf weten. Maar je kan hem ook bij Bruna krijgen en andere boekhandels. Ook bij Paagman. Dus ja, ik zou zeggen, als je hem niet gelezen hebt, ga hem halen. Of vraag het met Sinterklaas of met Kerk. En gaat hem lekker lezen. Het is een lekker boek. Je leest hem lekker. Er zit een plaatje in. Er zit een dingetje in. Er zitten zelfs opdrachten in. Nou, ben ik zo niet zo van de opdrachten maken. Maar dit keer wel. Ik vond het wel leuk. Dus het geeft ook een inzicht in jezelf. Maar ook een inzicht van haar. Dus je lees hoe zij het ziet. Maar je leert ook van haar hoe je zelf ernaar kan kijken. En jezelf daarvoor fashion moet zijn. Dus ja, dat doe ik dus ook. Dus ik zal zeggen, ik beveel echt deze boek aan. En ode aan Edith. Serieus, ik ben er. Ik volg er ook op YouTube. Dus top. En mocht ze ooit nog een boek uitbrengen, die ga ik ook zeker lezen. Serieus, ik heb nog wel wat boeken te lezen. Dus het maakt niet uit. Maar deze in ieder geval wel. En die zal ik zeker nog een keer opnieuw lezen. Dus ik zal zeggen, doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Druk op het belletje. Blijf je altijd op de hoogte. En nee, dit is niet gesponsord. Dat zeg ik er nog even extra bij. Dit is echt puur zelf. Ik word er ook niet voor betaald. Ik zeg het alleen op puur enthousiasme en de puur eerlijkheid. Wat ik ervan vind tot nu toe. En ik vind het een topboek. En het helpt me in heel veel dingen in te zien. En ik vind het gewoon leuk. Klaar. Dag lezen vind ik nooit leuk. Want het is even lezen en dan klaar. Ik ben zelfs met nog een boek bezig. Van, what the fuck. Nou, ik ga weer opnieuw lezen. Want iedere keer ben ik ermee gestopt. Dus maar deze. Nee, dat is al een paar weekenden dat ik denk. Oh, heerlijk. Zalig. Dus die zeker. Dit is maar niet gesponsord.
Dus het is echt puur vrijwillig vanuit mijn hart. Dus ik zou zeggen, duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal. Druk op het belletje en dan blijf je altijd tot de hoogte. En een dikke zoen voor mij.